Ja, dames en heren. 7:02. Wat betekent dit? Dat we naar Nagoshi gaan. Heel blij. Dus ja, let's go. Ik ben heel benieuwd wat we tegen gaan komen. Ik neem jullie weer mee. Surfers, hè? Portobus. De bus staat gewoon al klaar. Deur open. Hoppa! Hoi joh! Morgen! Morgen! Rick? Ja? Heb je er nog wel zin in, jongen? Nee, we gaan naar huis. Al die aangekochte vissen. Ja, budget is op. Kwaaien, moeien thuis. Ja, budget is op. Dat gaat niet meer. We gaan naar huis. Oh, budget op? Ik word nou naar het vliegveld gebracht. Jullie gaan nog even verder als het goed is. Dus, een fijne dag nog, jongens. Maar? We gaan naar Nagoshi. Ik dus. Ben benieuwd. Het zal vast wel weer wat moois zwemmen, dus. Laat je moeder maar niet horen. Niet vanzelf. Ja, we gaan naar Nagoshi. U bent er ook al uit, hoor. Yes. En leuke puppies. Oh ja, ja? Shiba's. Dat goed is wel, ja. We zijn de Nagoshi. En het sneeuwt. Mooi man. Even een kijkje nemen. Ik ben weer blij, jongens. We zijn bij Nagoshi. En de mensen die mij kennen, die weten dat ik hier altijd slaag. Zowel met Nissai als met Tosai. Ik heb nu echt een hele mooie deal kunnen maken. En 3 schitterende Nissai kunnen aankopen. Die ga ik nou fotograferen. Dus ik laat jullie zo de vissen zien. We zijn bij Nagoshi en ik heb 3 schitterende vissen weten aan te kopen. Echt een hele mooie genuine Yamabuki. Mooie schone kop, mooi voek erin. Dik genuine erop. Heel lang op zoek naar een goede Yamabuki, maar toevallig weer genuine. Heel blij mee. Ja, de top Asaki. Als je kijkt naar het schutpatroon. Mooi het oranje verdeeld. Oranje rugvin. Oranje in de staart en oranje in de vinnen. Op beide Q-deksels. Deze vin is helemaal in evenwicht. Kijk naar die huidkwaliteit. Echt goed, een mooie schone kop. En een hele aparte sanke. Mooie discussie net met Peet over gehad. 2 totaal verschillende smaken. Ik vind hem mooi. Ik zeg lekker niks. Ik ben er heel blij mee.
De video komt hier nou iets scheliger over. Dit doet natuurlijk de stress. Hij is echt heel wit als je kijkt naar de huidkwaliteit. Zoomie ligt er mooi op. Benen niet echt heel diep rood zoals je van de Gosje gewend bent. Ja, heel blij met deze drie toppers. Komen naar Riegen. Nou, geslaagd bij de Nissai. Eén grote gekocht. En nu gaan we even kijken bij de lijntjes. Maar Rick, je mag niks meer kopen nou, hè? Nee, zit maar even aan de bus zitten. We gaan even kijken. En ook weer bij Nagoshi zijn Tosai geslaagd. Een aantal hele mooie, vrij grote Tosai al. Kohaku, Sanke, Showa. Heel blij mee. Ik zal hierna weer een foto neerzetten met de codes voor het reserveren. Danny, papa, geen Tanshoku Jaku, maar ja, ik dacht voor de opgroei is dit toch ook wel heel bijzonder. Ik noem het een neusje Asaki en een Tansho Sanke die nog volop in ontwikkeling is. Dus die kunnen mooi in onze opgroei. Ah, fantastisch. Hij lijkt wel dat hij bij hier is. Verkocht. Ja, ik heb hier wat ingehouden. Nou, stop maar met die kooi. Ja, die vijver gaat eruit. Bakken naar de woonkamer. De vijver gaat eruit. Ja, die kan niet zo goed met andere honden. Die hond is dan een beetje... Nee, kijk, kijk dan mooi naar de kamer. Febra. We hebben Akita's aan. Febra. Niet. Ja, we deden het wel. Ja, eigenlijk niet. Aan de lijn doen. Ja. Kan je nou een kopen voor de wijze? Tja, daar liggen we dan. Ik was zo moe dat ik niet meer in de lobby kon zitten. Joh, mijn ogen vallen dicht. Ja, eindvideo dit. En dan kan die gaan uploaden en op YouTube. Dan kan ik lekker voor 12 uur een keer naar bed. Heerlijk. Tot morgen.